Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Vanuit Recreatiepark de Leistad hier bij Mico Sport zijn we. Vandaag gezond bewegen, gezonde voeding, gezond gedrag met een speciale topsporter weer. Een van de topvolleybalsters van Limburg, Karin Menne uit het pittoreske L. Dat straks, eerst het kerngezonde nieuws. Ter gelegenheid van Koningsdag vond in Nederveert een kerngezonde sportdag plaats. Op de sportvelden van RKSVO in Ospol werd eerst met alle kinderen de Koningsdans gedaan. Als officiële opening van de dag. Daarna konden de leerlingen allerlei sporten en spellen uitproberen, zoals teambal, kegelhoof, trefbal, voetbal en handbal. Tophandballer Robin Jansen van Targos Bevo was ook aanwezig. Hij begeleidde de wedstrijden en de kinderen mochten natuurlijk het hemd van het lijf vragen tijdens een heuse persconferentie. Uiteindelijk streden de vier teams met de meeste punten in de finale om de prijzen. In de allesbeslissende wedstrijd trefbal namen de Schrank en de Klimop het tegen elkaar op. Uiteindelijk won de basisschool de Klimop en mag zij zich dus de winnaar noemen van de Koningsspelen 2017. En zo komen we bij de kerngezonde foto's van de week. Isa en Ilse uit Reuver maakten deze artistieke foto met fraai zonlicht en natuurlijk gezond fruit. En Sophie en Tessa uit Halen weten dat fruit en water een ideale combinatie is. Blijft die foto's insturen, doe dat naar het volgende mailadres info@wijzijnkerngezond.nl. Elke week stellen we enkele kerngezonde vragen aan een topsporter. En vandaag is dat... Ik ben Karin Menne, 29 jaar. Mijn sport is volleybal en als positie ben ik libero. Ik woon samen in El met Daan en werk als combinatiefunctionaris / gymjuffrouw in Nederweert. Mijn hoogtepunt was de Europa Cup in Roemenië. We speelden thuis een wedstrijd tegen Roemenië en toen gingen we 3-0 heel hard af, of 3-1. Dus we gingen naar Roemenië eigenlijk meer voor het avontuur en een gave ervaring. Maar toen kwamen we daar en toen de eerste set verloren we en daarna gingen we winnen. En toen wonnen we 3-2 en dan speel je een golden set. En als je die wint, mag je verder in de Europa Cup. En die wonnen we. En het was mijn verjaardag, dus het is het beste cadeau wat ik ooit heb gehad, denk ik. Een heel leuk feestje, denk ik. Ja, zeker. Karin, wat betekent volleybal voor jou? Ja, eigenlijk vanaf jongs af aan al heel veel. Als kindje van 7 ben ik begonnen. En vanaf mijn 10e gingen we vaker in Weert kijken bij het eerste damesteam. En toen was mijn meisjesdroom al Eredivisie volleybal spelen. Maar ik weet ook dat je dat niet zomaar bereikt. Dus ik heb uren getraind, feestjes afgezegd, familie afgezegd. En ik ben daar volle bak voor gegaan en uiteindelijk mijn doel bereikt. Dus eigenlijk heeft mijn hele leven tot nu en komend jaar weer wel voor een groot deel uit volleybal bestaan. Wat is je ambitie nog als volleybalster? Nou, ik heb bij Pilpush 4 jaar in de Eredivisie gespeeld. En toen heb ik nu 2 jaar bij Stramprooi gespeeld, Eerste Divisie. En eigenlijk dacht ik dat ik geen ambities meer had. Maar toen ik werd benaderd door VC Weert, bleek er toch nog wel een vuurtje dat brandde. Dus wil ik toch nog wel even laten zien wat ik kan. Je leven is een en al beweging, maar betekent dat ook dat je op je voeding let? Ja, ik probeer wel gezonde tussendoortjes te nemen. En voor een training wel bewust voeding waar ik op kan gaan trainen. En wat is dan jouw favoriete gezonde gerecht? Ja, mijn teamgenoten noemen het Pasta Karin. Pasta Karin? Ja, ik heb hem verzonnen via Via. Dat is leuk bij ons op de website, Pasta Karin. Ja, ze hebben het ook Pasta di Libero genoemd. Klinkt nog pasta wat mooi. Pasta di Libero, dat klinkt Italiaans. Ja. Maar vertel, wat zit erin? Mascarpone, cherrytomaatjes, bosuitjes en hamreepjes. Ik denk dat dat een bestseller wordt bij ons. Ik zal hem een keer koken. Nou ben jij libero bij het volleybal. Leg dat eens uit wat dat is. Ja, je hebt in het volleybal verschillende posities. En je ziet op tv vaak dat de meeste mensen die volleybal spelen lang zijn. Maar die lange mensen vinden het vaak achter in het veld lastiger, want het duurt langer voordat die bij de grond komen. Dus ze hebben libero's, zijn vaak de iets kleinere mensen zoals ik. En die komen in het achterveld erin voor die lange mensen. En ik hoef niet naar het net, want daar ben ik te klein voor. Dus zo helpen de grote en de kleine elkaar eigenlijk in het volleybal. Ja, en een libero die mag ook niet boven het net uitkomen. Nee, klopt. Ik kan niet scoren. Mijn functie is om de ballen te verdedigen. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de keeper bij voetbal. Oké, en de keeper bij het voetbal heeft een ander kleur shirt aan.
Dat heb jij ook. Ja, klopt. Voor mij hoeven ze geen wissel aan te vragen bij de scheidsrechter. En doordat ik dan een ander kleur shirt aan heb, ziet de scheidsrechter van, oh, zij mag erin en eruit. Dat mag ze zelf regelen. Is jouw specialiteit dan ook, zeg maar, duiken? Ja, duiken, rollen, alles wat dicht bij de grond is. Niet in de lucht in ieder geval. Je bent altijd kind gebleven dus? Ja, klein kindje. Dan ben ik wel heel benieuwd. Zou ik dat ook kunnen? Dat duiken en dat poetsen wat jij achter in dat veld doet? Ja, jij bent ook klein genoeg, dus wat dat betreft. Ik weet niet hoe snel je bent. Ik hoor hier een uitdaging. Zo komen we bij de prijsvraag over Karen. Waarom draagt zij een ander kleur shirt bij een volleybalwedstrijd? Is dat A, want zij is de libero? B, want zij is de jongste speelster op het veld? Of C, zij is de aanvoerster? Mail je antwoord naar info@wijzijnkerngezond.nl en zet duidelijk je naam, leeftijd en woonplaats erbij. De winnaar van de prijsvraag wordt binnenkort bekendgemaakt in deze uitzending en wint een fantastische prijs. Hij of zij mag namelijk met alle andere prijswinnaars deelnemen aan de Kerngezond afsluitdag. En op deze dag kun je genieten van een kerngezonde barbecue, aangeboden door AZ Barbecue. En je mag schelteren om de hoofdprijs, een weekendje weg voor het hele gezin, aangeboden door vakantiepark De Lijstert in Roggel. En alweer een winstpartij voor Maurice. Hij is Karen Menne net te vlug af en viert dat met dit sexy dansje. De tijd van Maurice is 47.76. Behoorlijk snel, maar niet de snelste tijd ooit. Karen finisht in 48.24 en dat is goed voor een mooie 7e plek op onze ranglijst. Beetje uitgeblust zit ik hier, maar we zijn gelukkig bijna aan het einde van deze Kerngezond TV. Denk nog even aan het goede antwoord insturen op de prijsvraag. Je kan een mooie prijs winnen. Denk er ook nog even aan om abonnee te worden, gratis abonnee van Kerngezond TV. Dat kan via de knopjes onder in beeld. En dan is het laatste woord ook van deze uitzending voor mijn gast, voor topvolleybalster Karen Menne. Hoi! Kerngezond is voor mij veel en met plezier bewegen. Kerngezond TV is powered by EVT.